kijkers, van harte welkom bij De Notaris. Vandaag bespreken we het erfrecht tussen samenwonende partners versus het erfrecht tussen gehuwden. En notaris Benedikt Strobbe is hier bij ons, van harte welkom. Als twee mensen samenwonen, dan is de vraag, als een van hen komt te overlijden, wat hun erfrechten zijn. En meer nog, zijn die eigenlijk dezelfde als wanneer men gehuwd is? Er is inderdaad een belangrijk verschil tussen de erfrechten tussen samenwonende partners dan wel tussen gehuwde partners. In geval van huwelijk erft de langstlevende echtgenoot automatisch het levenslang vruchtgebruik op de totale nalatenschap. Dit is eigenlijk het recht van gebruik, het recht van genot op die goederen van de nalatenschap. Het is zelfs zo dat wanneer de gehuwde echtgenoot geen kinderen nalaat, dat dan de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de volledige huwgemeenschap erft. Nu, en wat u nu net vertelt en wat geldig is voor gehuwde partners, is niet het geval bij samenwonende partners. Klopt. Dus samenwonende partners, die zijn in principe geen erfgenaam ten opzichte van elkaar. Dus er zijn geen erfrechten. Daarop zijn er wel twee uitzonderingen. Ten eerste heeft men de mogelijkheid om een testament op te maken in het voordeel van elkaar, waarbij men bepaalde goederen aan elkaar legateert. Mm-hmm. Een tweede uitzondering is wanneer u een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt voor de ambtenaar van burgerlijke stand, dan creëert dit een beperkt erfrecht in die zin dat de langstlevende partner het levenslang vruchtgebruik van de gezinswoning en van de inboedel erft. Maar wat als die wettelijk samenwonende partner meer wil dan alleen maar dat vruchtgebruik? Dan moet er daarvoor een testament opgemaakt worden waarbij men dus meer geeft aan elkaar dan het vruchtgebruik. Nu is het wel zo dat men erop moet letten of er geen reservataire aanspraken zijn. Bijvoorbeeld wanneer kinderen zijn, dan moeten die sowieso een reserve erven. Stel er zijn twee kinderen, dan kan de samenwonende partner slechts over 1/3 van zijn nalatenschap beschikken in het voordeel van de samenwonende partner, gezien de twee kinderen samen 2/3 van de nalatenschap moeten ontvangen. Ja, en er is geen uitzondering op die regel? Men kan daar niet onderuit? Er is toch wel een mogelijkheid om daar onderuit te kunnen en dat is via een clausule van aanwas. Dat is een soort kanscontract die de samenwonende partners afsluiten. Vereiste is dat ze samen een onroerend goed bezitten en dan gaan ze in die clausule gaan stipuleren dat het part van de eerststervende partner in de woning in volle eigendom toekomt aan de langstlevende partner en al dus aanwast. Dank u wel voor deze uitleg, Benedikt Strobbe. Dank u voor het kijken en graag tot ziens.